zeggen we zo meteen. We gaan het zo meteen zien. Hier, lady. En je eigen hond nog niet eens. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 9 november 2023. Het is bijna 2:30, dus het is de tijd om even lekker met de meiden te gaan wandelen. Het is heel erg hoog nodig tijd. Want jullie horen hun ook op de achtergrond. Dus ik ga nu lekker lopen en ik wens jullie gewoon heel veel plezier op deze gloednieuwe vlog. Daar staat Lovely. Hier staat Beauty. Ga kijken. Waar is de baas? Waar is de baas? Waar is de baas? Ga kijken. Ja, ga kijken. Waar is de baas? Waar is de baas? Nou zie ik niks. Hey. Kom, meid. Kom. Ja, kom. Ja, kom. Ja, wie is daar dan? Kom. Is het de baas? Was dat de baas? Ja! Hola! Hola! Hi. Hi! Pak hem dan over, dank je wel. Hi! Want zij heeft dus al de hele route, die staat er naar beneden. Want als ik dus vanaf mijn woning hier achterlangs ga, dan heeft zij dus de staat zo. Maar als ik de andere kant op ga, dan is de staat net zoals haar zus. Kijk, en bij jou gaat die staat wel omhoog met deze route. Dus. Ja, jammer hè? Hè? Huh? Ja, je mag alleen lopen met de baas, hoor. Ik ga nou niet mee. Nee, je mag zelf met de baas lopen. Ik vind het goed. Laat eens. Je vergeet haar zelfs. Lady, knuffel voor papa. Ja, knuffel. Ja. Hey, hallo, je krijgt knuffel van papa. Hi, ja. Hi, ja. Lekker. Oh ja, en nou wel, je staat omhoog. Ja, ja. Kom, Leed, kom. Nee, en want ze zijn daar helemaal bezig namelijk, schat. Hey, hallo. Hallo. Ze zijn daar dus helemaal bezig. Ja, is heel erg handig, ja. Kom, ga mee, schat. Kom maar. Ja, ga mee. Keurig, goed zo. Ja, mensen. Ik sta op het punt om namelijk de deur uit te gaan. Want ik ga mijn lieftallig buurman ophalen van Schiphol. Dus ja. Ik ga jullie lekker meenemen naar Schiphol toe. Ja, echt wel. Echt. Mensen, het is vies weer. Brrrt. Het is niet leuk meer. Nee. Het is gewoon vies. Het is bah. Huh. Die naar achteren. Oh. En ik ga de kachel zo aandoen in de auto. Oh, man. Van Dien. Van dien.nl. Oh, nee. Hij mag aan. Hij mag
aan. Even lekker op 23. Die. Ja, doe maar. Koud, jongens. Ah, Schiphol. Ik moet gewoon naar Schiphol toe. Zo. Brrr. Het is koud, jongens. Die ook aan. Die mag ook zo. Die was aan. Die mag uit Schiphol. Brrr. Had ik al gezegd dat het koud was? Nee, nou het is koud. Nou het is koud. Kijken hoe laat ik er dan ben als ik nu wegga. Oh jongens, ik ga gewoon lekker over de A4, denk ik. Ja, ik moet dus nu wel weg. Inderdaad, hartstikke mooi, dat dacht ik dus al. Ik zou Alex ook eventjes berichten. Waar staat die jongen? Waar staat die? Waar staat die? Waar staat die? Daar. Even kijken, daar naartoe. Oh jongens, jongens, jongens. Nou ja, ik zie wel hoe ik ga rijden. Ik ga lekker die kant op. Het hangt er nog. Het hangt er nog. Oh heerlijk. En ik heb steenkoud. Hey, beleiding aangebracht. Zo. Zo, wat gaan ze hier doen of zo? Geen idee. Beleidingen aanbrengen. Door de waterplas heen rijden. Zijn beleidingen aan het aanbrengen. Nou, helemaal goed. Oh. Ze zijn beleidingen aan het aanbrengen. Tot bij gele beleidingen nog wel. Ja. Nou, we gaan het zien. Oh, jongens. Ik heb het koud. Oh, dit is niet leuk meer. Nee. Oh. Oh, hebben jullie het ook zo koud? Denk het niet, misschien wel. Maar voor de nieuwe kijkers onder ons, ik heb dus namelijk reuma in mijn bloedvaten. En vooral met dit weer, dan heb ik het even iets meer koud dan een gemiddeld iemand, zeg maar. Ja, en ik heb het gewoon koud. Dan heb ik liever lekker heel veel truien aan, lekker. Lekker, 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 lekker. Lekker jongen. Ja, welke kant ga jij op jongen? Met je caddy. Oh, kijk. Jij denkt hetzelfde over meneer BMW. Net zoals mij, is handig. Alleen het is nou nat en ik heb nog zomerbandjes. En ik moet er naar de winterbandjes toe. Ja. Maar het is nog onder de 5 graden. Het is nog boven de 5 graden. Zo, goedemorgen. Waar heb ik het over? Over het weer. En over dat ik het koud heb. En ik kan niet helder nadenken nu. Nee. Ja, ik ben nog wel eens slim. Ik ben nog wel eens slim. Niet altijd, maar nu wel. Ja. Ah, en toen klapte mijn oor open. Ik weet niet wat ik vandaag heb. Er staat inmiddels ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging rond Rotterdam en Den Haag. Nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelof Arendsveen rijdt het langzaam over 12 kilometer. Zo. Er zijn auto gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. De A4 Amsterdam richting Rotterdam bij het Ketelplein 16 kilometer file rijden. Nog een half uur op onthoud. Lekker dan. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Europoort bij knooppunt Benelux. Althans voor knooppunt Benelux 6 kilometer file. De vertraging is inmiddels een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd op de A4. Vandaar ook hier de vertraging.
Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. En geflitst wordt op de A1 naar Hengelo 113.5. De A2 naar Weert 211.7. De A67 naar Eindhoven bij 6.0. De A67 ook richting Eindhoven. Zo, lekker dan. 71.1. En de A74 naar Tegelen 101.2. En hier niet eens in de buurt. Nee, helemaal top. Oh, jongens, wat is het koud! Ik ga rood bellen, vind ik leuk. Ja, ik ga gewoon lekker rood bellen, omdat ik het leuk vind. Ik wil hem even pesten. Waarom ga je iedere keer naar de telefoon toe, wat ik niet wil? Hallo? Hé, hey, hoe gaat-ie? Ja, goed. Met jou? Nou ja, ik zit in de auto om Alex op te halen vanzelf, hè? Oh, oké, van die locatie. Ja, want als er wat gebeurt, dat heb ik al vaker gezegd, en dan hoeft het niet eens mijn schuld te zijn, nee. Maar dan stel ik en ik krijg een ongeluk en ik kan niet meer communiceren met jou, dan zie je wel nee. Waar ik ben. Ja, dan wel, ja. Ik ben je geweest ben. Ik ligt nu in de stok. Nee, dat is niet goed. Daar mag niet nee, maar ik vind, ja, dat is gewoon voor mij een stukje, ja, veiligheid, zeg maar. Ja. En want ik heb hem ook naar een Alex gestuurd. Nu. En dat is gewoon omdat ik hem dus nu aan het ophalen ben. Dan weet hij ook dat als hij landt, dan weet hij hem waar ik ben. Daarom had ik jou ook dus al vanochtend en vanmiddag en dat dingetje door en gestuurd. En dat hij dus zou gaan landen, hoe laat hij zou gaan vliegen en hoe laat hij zou gaan landen. En ze zijn bezig met gele leidingen aan het aanbrengen op de weg. Ja. Wat zijn ze in vredesnaam aan het doen bij ons? Geen idee, ik ga straks even kijken. En mijn nieuwe haaientanden en alles, geen idee. Okay. Ga maar kijken straks. Ja, dan hoor ik het zo meteen wel. Oké, later. Doei, ja. Ja, doei, doei, doei. Love you. Doei. Pikachu. Sorry. Ik ben gewoon een beetje medelig. Nou, you put poppies, hè. Ik ben gewoon een beetje medelig, ja. Ik ben een medelig. Dat ik het leuk vind. Ja. Sorry jongens, ik spoor echt gewoon niet, nee. Ik spoor echt niet, nee. Nee, het is file. Wil ik dat, file? Nee. Maar ik krijg het wel, vind ik dat leuk? Nee. Maar ik heb niks te willen, nee. Ja, wat hier nou wel heel warm hoor. 70 nu, vlogcamera met flits. Oei, er is vertraging. Ha, einde vertraging. Gas erbij.
En wat gaan wij zo meteen zeggen als we weer wat zien? Ja, we gaan zo meteen wat zien. En dat is een hele mooie grote toren. Ja, en we zijn er. En bij Schiphol, jongens. We zijn bij Schiphol. En dan kunnen we maar één ding zien. En dat is zometeen onze mooie toren. En dat heet namelijk de... Bijna. Maar niet helemaal, bijna. Ik moet zometeen van baantje wisselen, zeker. Jee, joepiedepoepie. En dan gaan wij zeggen, zometeen, we gaan het zometeen zien. We gaan het zometeen zien. Ja, daar zien we hem. We gaan hem zien. Ja, we gaan hem zien. Yes! We gaan hem zien. Dat is ons enige echte. Schipholtoren! Sorry, ik moest eruit. Vond ik even leuk. Onze enige echte Schipholtoren, jongens. Ja. Ons enige echte. Daar heb ik Loffie. Hier heb ik Ty. Tygo dus. Daar heb ik Lady. Hé, Lady, kom hier. Wachten, liefdoe. Blijf. Lady, rustig hè, met Ty, hè. Goed zo, kind. Keurig. Nee, blijf. Beauty, waar ben je? Die is ergens hier in bosjes. Beauty, kom. Gaan ik van het wachten. Kitty, kom dan. Zal wel, die is ergens, weet ik veel. Moet je kijken. Staan ze hier hoor. Hier, lady. En je eigen hond nog niet eens. Nee, omdat hij weet dat dit een spot is. Ho, rustig. Ik heb hem aangeleerd, daar mag niet over de fiets. Lady, wachten. Ho. Nee, daar mag niet over de fietspad rennen. Lovely, kom. Is je nog zin van? Ik ga je dus tanken en dan zien ze een hond bij je staan. Dat was een filmpje op YouTube, dat was iemand water spuiten. Ik kon ook zo'n hond naar binnen rennen. Dat is echt slim. Heerlijk. Dan gaat ze graag weer terug. Ja. Lekkere kinders. Oh nee, juist leuk man. Ja. Er één wordt getrokken. Daar niet van. Waarom zijn ze... Dat is echt tweeling. Serieus hoor, kijk dan. Ja, dat weet ik. Weet ik. Neem maar gewoon allebei tegelijk. Ja, klopt. Dat doen ze vaker hoor, dit. Dat er eentje niet een zwarte neus hebt. Serieus hoor. Dat er dan de andere... Dames, kijk eens. Tjeng. Hey. Oh, wauw, leuk zo met jou lopen. Dat moeten we vaker doen. Oh, heerlijk. En toen was ik dus al thuis en ik heb lekker eventjes een bakkie noedelsoep, wil ik zeggen. Ja hoor, nee. Een lekkere bakkie heerlijke, overheerlijke kartoffelsoep gegeten. Ja, was een beetje scherp. Hoeha, beetje te veel peper in gedaan. Ja, maar nu... Moet je eens kijken. Die ligt hier, ja. En dan ligt deze, mooie dame. Die ligt hier. Hey, meisje. Lissy. Hey, wifie. Schatje. Hey, kind. Deze sport hij toch gewoon niet. Hij schudt. Hij. Spoor jij wel? Nee, hè? Dat dacht ik al. Hij, kindje. Hij schudt je. Een lady ligt hier. En. Speedy is daar. En Draki is daar. Ja, alles weer lekker verdeeld. Ja, helemaal top. Ben je allemaal aan het doen dan? Lekker aan het eten. Goed zo. Maar we gaan zo meteen ook lopen met. Precies dat. Lady ligt er lekker bij van, wat heb ik jou daar? Lovely ligt ook lekker daar. Speedy zit hier lekker. Helemaal geweldig, jongen.
Hé, kerel. Ja. En dan heb ik hier mijn andere twee dames, zou ik weer. Beauty en Miepie hier. Oh, kijk dan. Hi, Lissy. Hi, kinders. En dan heb ik Ro ook nog aan het lijntje. Ja, letterlijk en figuurlijk aan het lijntje. Kijk, lijntjes. Allemaal lijntjes. Hi, schat. Kijk maar, een lijntje. Kijk, een heel mooi lijntje. En waar loop jij nu? Escola. Oh, Escola. Schola. Schola, even kijken. Zie ik hem al lopen? Nee, ik zie hem nog niet lopen. Want hij gaat zo weg met zijn auto. En dan gaat Ro lekker naar zijn werk. Doei, doei. Zo, daar gaat hij hoor. Jee. En ik ben... Ik ga heel gauw naar binnen. Kom. Naar binnen jij. Dame van het goede leven. Dat zeg ik. En daar gaat hij. Dag. Ja. Zo, hartstikke mooi. Dan ben ik dus bezig met mijn la. Want die zag er niet uit. Nee, daarom. Wat zeg ik? Dus ik ga even schoonmaken. Ja, ook hoog nodig tijd. En dan weer even opnieuw indelen. Zoals dit moet even opnieuw eventjes gewoon goed ingedeeld worden. En waar ik het wil hebben. Ja. Hij is helemaal weer ruimtelijk. Ja, ik heb al mijn plastic lepeltjes terug. Waar ik ook eigenlijk heel veel van hou. Zodat ik dus die kan gebruiken als ik thee krijg. Ja, want ik kan daar heel slecht tegen dat met dat... Ja, ijzer wil ik zeggen, maar dat klopt niet helemaal. Maar dit zijn... En ik heb nog ergens een gele, dacht ik. Maar dit zijn mijn plastic lepeltjes. Alles weer netjes. Dit zijn de nieuwe schilmesjes waar ik nog eigenlijk niet aankom, zeg maar. Nou, en dan allemaal de hulpmiddelen om dus een pot of een pot open te maken. Een dop van een fles open te maken in verband met reuma. Pizzames, een notenkraker, wijn, een kurkentrekker, je messen te slijpen. Dus dat heb ik allemaal nu ready. Ja. Daar liggen, helemaal goed. Dan kan die ook hier naartoe. En dan ziet mijn lade nu zo uit. En kijk eens. En dan moet ik dit nog helemaal opruimen, maar dat komt goed. En deze la, die is ook weer helemaal opgeruimd. Heerlijk, want hier heb ik allemaal bestek wat ik er niet in wil hebben. Dat mag lekker naar Ro als hij dat wil hebben. En anders pleur ik het lekker weg. Dan moet hij het wel morgen lekker meenemen, alsjeblieft. En nou ben ik lekker eventjes mais even aan het bakken. Nou ja, bakken. Dat het lekker warm is, zeg maar, met een beetje peper. Dan zometeen een beetje zout er overheen. Lekker hoor, dit. En dan als dat klaar is, in een kommetje en dan nog een beetje boter erbij. Yummy! Is echt zo lekker. Yummy! Echt wel. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.